Goeiedag, het is wisselvallig weer deze dagen in Nederland. Maar zo af en toe zijn er toch ook wel mooie dingen te zien. Afgelopen nacht, bijvoorbeeld, toen waren er lichtende nachtwolken te zien. Wolken op zo'n 80 kilometer hoogte die aangeschenen worden door de zon. die op dat moment al onder de horizon staat. En dat levert vaak een sprookjesachtig beeld op. En hier zien we nog zo'n foto van die lichtende nachtwolken gemaakt in Geldermalsen. Die wolken die lijken ook altijd een beetje te dansen aan de hemel. En dat komt omdat er op die hoogte waar die wolken zich bevinden. heel veel wind staat. En dat levert echt mooie beelden op. Maar overdag was er weer gewoon veel bewolking. En ik sta precies voor die ene zwaluw. En dan weet u het wel: één zwaluw die brengt nog geen zomer. En voorlopig echt het warme zomerweer. dat zit er nog niet in. Maar er zijn ook genoeg mensen die dit weerbeeld. wat we de afgelopen tijd hebben en ook de komende dagen hebben. eigenlijk prima vinden. Het is. ...is niet te heet en het is wisselvallig met van tijd tot tijd dus ook neerslag. Ook vannacht moeten we weer rekening houden met regen. Die komt vanuit het zuidwesten opzetten, heeft te maken met dit lage drukgebied. Dat trekt over de zuidelijke Noordzee naar het noorden toe... ...en gaat er onder andere voor zorgen dat het ook flink gaat waaien morgenmiddag aan zee. Maar u zag het al, er trekt dus ook neerslag voorbij, vooral vannacht. Morgen overdag dan kunnen er eerst nog een paar buien vallen... ...maar in de middag wordt het op de meeste plaatsen toch echt wel droog... ...en komen er ook wat opklaringen en ook in de avond... En nacht naar woensdag toe zijn er vrij brede opklaringen en zal de wind weer gaan afnemen. Ja, vannacht dus die bewolking en regen. Die trekt dan morgenochtend weg naar het noordoosten. Vanuit het zuidwesten gaat het opklaren. En smiddags wordt het dan zo'n 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Aan zee waait het een stuk harder, zeker in de middag en begin van de avond. Dan kan er een krachtige tot harde wind staan. En vooral ook in Noord-Holland en de Warre-eilanden houden we rekening met zware windstoten tot zo'n 75 km per uur. En de dagen erna dan is die wind weer afgenomen in ieder geval. En verder blijft dat wisselvallige weerbeeld met iedere dag wel kans op een bui en temperaturen over het algemeen rond de 22 graden. Nog een fijne dag!